Mijn naam is Melissa Simons. Ik ben beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij deze gemeente. En ik ben ook nu bezig met een nieuw beleidsplan verkeer en vervoer. Daarin komt openbaar vervoer ook aan de orde. Wij kennen natuurlijk allemaal openbaar vervoer hier in de gemeente in de vorm van de gewone bus, de Arriva-bus. We hebben ook een buurtbus en daarnaast hebben we leerlingenvervoer en deeltaxivervoer. Maar desondanks, al die vormen van vervoer blijkbaar geven die toch nog steeds niet voldoende mogelijkheden voor mensen om met het vervoer naar bijvoorbeeld een vriendin te komen of naar het ziekenhuis de boodschappen te doen. En waar ik nu benieuwd naar ben, is naar ideeën bij mensen voor kleinschalig, makkelijk toegankelijk, voor iedereen te gebruiken vervoer van deur tot deur.